Hallo, wij zijn Michael en Vincent Hendricks, beide directeur van Hendricks Bouw en Ontwikkeling. Binnen ons familiebedrijf, dat in 2022 maar liefst 100 jaar bestaat, hebben we verschillende bedrijven ondergebracht. Die werken in wat we noemen de gebouwde omgeving. In ons werkgebied, wat ongeveer Zuid-Nederland bestaat, ontwikkelen, bouwen, installeren, onderhouden en beheren we gebieden en gebouwen. We richten ons niet alleen op de woningbouw, maar ook op zorg, onderwijs en sciencepark vastgoed. En hierin zijn met name onderwijsinstellingen en laboratoria gevestigd. Samen met bijna 300 collega's werken wij iedere dag aan het maken van een duurzame leefomgeving. Want zoals Michael en ik ons familiebedrijf in bruikleen hebben, van de volgende generatie, hebben wij met elkaar de aarde natuurlijk ook in bruikleen, van de volgende generaties. Belangrijk dus om daar op een verantwoorde duurzame manier mee om te gaan. Bij Hendricks hebben we dat slim, sociaal en sustainable genoemd. Dit betekent dat we altijd oog hebben voor nieuwe en innovatieve technieken. Dat we oog hebben voor de mensen waarvoor we bouwen, maar ook voor onze medewerkers. Zo kunnen die naast diverse opleidingen ook een uur in de week onder werktijd sporten. Met een personal coach, in onze eigen sportschool, op kantoor. En dat we oog hebben voor duurzame oplossingen. Zo zijn we zelfs aan het kijken om zelf circulaire producten te maken. Zo geven we invulling aan onze ambitie om in 2023 minimaal 50% circulair te zijn. Zoals je al hoort is de bouwsector een brede branche met vele functies en mogelijkheden. Als je aan werken in de bouw denkt, denk je al snel aan een timmerman, metselaar, installatiemonteur of uitvoerder. Maar daar stopt het echt nog lang niet. In de bouw is het belangrijk om in te spelen in de trends en de ontwikkelingen van dit moment. We moeten flexibel, snel, gevarieerd bouwen met veel aandacht voor duurzaamheid. Dat doen we bijvoorbeeld door in te spelen op de technologische ontwikkelingen en door slim te bouwen. Lijkt je dat interessant? Dan is BIM-modelleur misschien wel iets voor jou. Als BIM-modelleur houd je je bezig met werkzaamheden gericht op het ontwerpen en beheren van het Building Information Model. Dat is een 3D informatiemodel waarin alle gegevens voor het ontwerpen en bouwen van bouwprojecten vastliggen. Het is letterlijk een digitaal huis bouwen. Daarnaast houden we met het bouwen van woningen rekening met de wens en de behoefte van de klant. Die wensen kunnen behoorlijk verschillend zijn. Zo is de kopersbegeleider het aanspreekpunt voor de kopers. Die geeft zijn advies en begeleidt ze van het aankoop tot aan de oplevering van een nieuwe woning. Tegenwoordig is in een gebouw de installatie heel belangrijk. Hiermee kunnen we grote impact hebben op de energietransitie, maar ook hoe fijn en warm het is om in een gebouw te verblijven. Met ons techniekbedrijf maken we hele wijken gasloos door er een WKO-systeem in te maken. Dat is een systeem die warmte uit de aardbodem haalt door wel bijna 200 meter diep te boren. Onze engineers zorgen dat dit allemaal werkt. Hopelijk heb je wat geleerd over deze diversiteit aan beroepen in de bouwbranche. Lijkt het je leuk om te werken in de bouw? Kom dan zeker een keer langs bij Hendricks voor een stageplek of traineeship.